Jongens, welkom bij de allerlaatste video van onze badkamer en beautygeheimen in samenwerking met Colgate. Dit is de allerlaatste van een hele leuke serie die we hebben bedacht, vond ik zelf, waarbij ik een kijkje nam in de beautytas van make-up liefhebbers. En eigenlijk zouden we opnemen met iemand die echt een giga make-up tasje heeft. En toen dacht ik, jullie vonden het zo leuk met mijn zusje, waarom niet de aflevering afsluiten met mama? Die een heel kleine make-up tasje heeft. Ja, maar ik vind wel dat het heel leuk is om te laten zien hoe een vrouw van jouw leeftijd met make-up omgaat. Ja, dacht ik ook, want toen ik alle die series keek, jullie hadden alleen maar die jonge bloemen. Ja. Ah, en waar zijn die oude tarten dus? Die willen ook gezien worden en make-up doen. Nou, ik doe weer weinig make-up, maar goed. Ja, maar top, je bent wel toch van de verzorging. Oh ja, dat zeker. Ik heb het idee dat ik ben best wel ijdel. Mm-hmm. En Aida is niet zo ijdel. Ja, en ik ben zo een beetje tussenin. Ja, en jij bent er tussenin. Ja. Ja. En hoe was je dan vroeger? Tot mijn 13e liep ik met een kaal geschoren hoofd. Mm-hmm. En in spijkerbroek. Waarom kaal geschoren? Omdat het makkelijk was. Want ik was alleen maar aan het bomen beklimmen, bergen beklimmen, paardrijden, stieren rijden. En een kaal geschoren hoofd was heel goed. Yeah. Maar daarna mocht het niet van mijn oma, dus van je overgrootmoeder. Mocht niet. Mocht dat niet, want ze geloof, nou, dit wat je doet is niet goed voor een lady. Oh. Dus dan moest ik mijn haar laten groeien. Papa was toch een soort van jouw eerste vriendje? Ja. Toch? Ja. Was je toen opeens heel ijdel, of niet? Nee, ook niet. Toen ook niet. Nee? Maar droeg je wel make-up of deed je iets aan verzorging? Heel weinig, heel weinig. Want daarna raakte ik met die ideologie dingen te maken en daar was het make-up was gewoon taboe. Je werd een soort Black Panther. Something like that. Ja. Zitten kwam ik terug en wilde ik naar een bruiloft en ik wist niet wat in mijn tas moest doen behalve geheime brieven van verzet en... En nachtkranten, nou, dat was in mijn tas. Jij was en echt opeens, heel politiek ja, actief en, natuurlijk. En opeens moest ik een tas hebben voor een jonge lady die naar een bruiloft wilde. Het was drama. Ik wist echt niet wat ik in mijn tas moest doen. En hoe ben je door de jaren heen veranderd? Want je bent nu 59. Ja. Ik heb nu een andere kijkwijze op de wereld dan toen. Wat voor? Ja, weet je wat? Nu moet ik ook weer denken aan wat je overgrootmoeder zei. Mm-hmm. Ze zei altijd, make-up is eigenlijk voor ouderen. Oh, zei ze dat, ja? Ja, ze zei altijd, make-up is voor ouderen. Want als je jong bent, ben je mooi van jezelf. En als je ouder wordt, dan moet je toch iets bij doen. Mm-hmm. En ja, ik ben ouder, dus... Wat ik nu heb, heb ik ook naar mijn werk. Ja. Dus ik word wakker. Ja. Ik ga mijn gezicht wassen. Ja. Alleen maar met water, geen zeep. Geen zeep in je gezicht? Geen zeep. Oké. Okay. En dan doe ik een... Besef dat zij nog nooit haar haren heeft geverfd trouwens. Nee. Ze heeft gewoon, je hebt bijna geen één... Je hebt geen één grijze haar bijna. Nou, volgens mij één of twee wel. Een aantal dagen terug had ik gezien. Oh, ik hoop echt dat dit naar jou... Nou, dan ga ik een soort van serum op mijn gezicht doen. Mm-hmm. Age perfect. Ja, moet je luisteren. Dus daarna doe ik gewoon crème op. Ja. En dit is toevallig van L'Oréal, maar ik ga niet altijd een en hetzelfde merk kopen. Nee, je experimenteert een beetje. Ja, nou, maar dan denk ik, als ik de ene niet kan vinden, is mijn huid gewend. Oh ja. Ik let wel op twee dingen. Mm-hmm. Eerst moet het voor een droge huid zijn, want we hebben ik heb echt een droge. Zeer droge huid. En dan let ik ook op 30 plus, 40 plus, 50 plus, 60 plus. De factor of de leeftijd? Nee, de leeftijd, wat van me past. Mm-hmm. Dus tot kort had ik 50 plus, nu heb ik mijn upgrade gegeven. Ik dacht, nou, over één jaar word ik 60, dus waarom nu geen 60 plus? Dus nu neem je al preventief 60 plus? Ik heb een upgrade gegeven. Oké, heel goed. Nou, dan doe ik deze twee, dus een serum en crème. Ja. En daarna doe ik mijn wenkbrauwen. Kijk, dit potje. Dit is bijna op. Of doe ik dit. Ja. Of doe ik een potlood. Dit heb ik van jou gekregen en vind ik hem geweldig. Hij is echt top, hè? Het is echt super. Als het op is, moet je een nieuwe vorm kopen. Ja, dat doe ik. Ik vind eyeliner heel fijn, maar ik ben heel slecht daarin, dus doe ik het niet. Die belangrijk gewoon. Wat ik doe is gewoon een koolpotlood. En dan doe ik een beetje mascara. Ja. Nou, dat is dus make-up. Ja. En dan... Dan komen foundation, concealer, poeder en rouge niet aan boord. Nee, dat doe je niet. Omdat ik eigenlijk, ik weet niet goed welke eerst moet en welke daarna moet. Dan dacht ik, weet je wat, zo is het goed.
Ja, maar jij hebt ook altijd wel rode wangetjes van jezelf. Ja, maar daarom blouse hoef ik niet. Nee. Want dit zijn gewoon rood. Kringen heb ik ook, wat ik van jullie ook heb gegeven. Ja. Maar ik weet niet hoe goed ik met concealer werk doe ja. moet werken. Dus laat ik het gewoon. En weet je wat ik mijn vroegste herinnering aan jou is? Dat je zo'n potje, zo'n... Je had zo'n zakje uit Iran. Ja. Ik denk dat iedereen die uit Iran komt of die Midden-Oosten... Sorme. Had je zo'n zakje en dan had ze... Er zat dan een... Nee, het is een botte... Een stafje. Een bottenstaaf, ijzer. En die deed ze daar dan in. En dan ging ze echt zo in haar oog, ging ze zo... Deed ze haar oog dicht en dan haalde ze zo dat staafje langs haar ogen. En dan kreeg ze zo'n Cleopatra. Ja, maar dat heb ik niet doen. Dat heb ik niet meer. Nee. Want dat maakte mijn moeder, je oma. Oh, maakte ze zelf. Dus dat heb ik niet... En zoals ik zei, ik ben niet goed met eyeliners. Yeah. Dus wordt die oogpot rood. En is dat... Yeah. Wat ik nu doe is... Dus ik probeer zo'n vage lijn te trekken. Ja. En dan denk ik bij mezelf, goed zo. Hoe is jouw kijk op jezelf veranderd? Ben je blij met jezelf nu? Vind je jezelf mooi? Mooier dan misschien toen je jonger was? Hoe denk je daarover? Nee, ik vind me natuurlijk niet mooier dan ik... Dan toen ik jong was, want mm-hmm. je wordt niet mooi als je ouder wordt. Ben ik niet mee eens, ik vind jou mooier. Ja, maar ik zeg, ik vind me niet mooi, mooier dan wat ik jong was. Maar ik vind me ook geen lelijke vrouw als voor een 60-jarige. Dus ik ben tevreden met mezelf. En hoe denk je dat het voor jongeren nu is? Zeg maar, als Sumi bijvoorbeeld, mm-hmm. jouw kleindochter, als zij ouder wordt... Dan groeit ze natuurlijk op in een andere beauty standaard. Oh, jazeker. Dan toen Aida en ik ouder werden. Ja, ik denk dat je moet gewoon met de dag meegaan. Ja. En als ouder, je mag ook niet iets blokkeren. Mm-hmm. Dingen veranderen zo vaak. Jij geeft les natuurlijk op een school. Ja. Er zijn niet heel veel meisjes daar, hè? Nee, er zijn wel meisjes, maar niet heel veel meisjes. En wat voor make-up zie je dan bij jongere meisjes? Van alles, soms gewoon veel te veel. Ja? Soms veel te veel, zodat ik denk, liever, je bent van jezelf zo mooi. En die ogen zijn echt mooier, niet als ze niet onder zo'n klotere riemel zijn. Maar het is leeftijd. Als je puber bent, wil je experimenteren. Wat vond je van alle beauty dingen die Aida en ik dan deden? Aida vooral met al die... Sommige dingen vond ik echt vreselijk lelijk. Zoals? Voornamelijk die riemel aan het begin. Mascara aan het begin, want jullie allebei hebben lange wimpers. Ja. En als ze dat doen, dan wordt het echt een soort van... Maar ik had ook een periode, weet je nog, dat ik echt heel veel make-up opdeed op de middelbare school. Ja, en ook die... Misschien heb ik een soort van trauma gekregen dat ik geen foundation en een concealer en dat ding gebruikt. Want jullie zaten echt onder. Ja. Dan dacht ik, als ik dit doe, komt zo in mijn vinger gaat in die alle dingen. Ja, en mama zei ook altijd tegen mij, je moet geen foundation opdoen, want dat is slecht voor je huid. Dan krijg je later rimpels. En jij hebt het nooit gedaan. Nope. Wel een heel zacht huidje. Ja. Krijg jij wel eens nare opmerkingen online? Ja, jij bent natuurlijk een beetje privé. Ja. Maar soms laat je wel eens naar, van je horen. Naar jullie toe? Ja. Nee, niet direct. Nee. Tegenwoordig ga ik wel reageren op mensen die lelijk doen. Ja? Ja, want soms, ik blijf natuurlijk heel netjes. Maar eerst zeg ik, nou, waarom kijk je dan? Ja. Als je zo irriteert, ben je sadistisch of iets? Waarom kijk je als je iets niet leuk vindt? Ja. Dat hoeft toch niet? Nee. En dan soms zeg ik ook, prima, dat is je mening, maar hou je fatsoen even in. En wat vind je er dan van als ze de hele tijd tegen mij dingen zeggen van, je ga eens eten, je bent het. Dan wil ik zeggen, een soort van spandoek maken en leef en laat leven, mens. Zoek maar je eigen leven. Mm-hmm. En geef niet ongevraagde mening. En als je mening wil zeggen, ga eerst even nadenken voordat je iemand kwetst. Want met woorden kan je veel meer kwetsen dan iemand een klap geven. Mm-hmm. Zou je ooit overwegen om iets van chirurgie te doen? Zelf? Ik sluit het niet uit. Nee. En wat dat betreft denk ik, als iemand zich goed of beter voelt, die mag het zeker doen. Mm-hmm. En de anderen die het niet goed vinden of niet gezond vinden of whatever, die hebben 0,0% recht om die persoon te bekritiseren of opmerkingen maken. Yeah. En als ik me echt daarbij gelukkiger voel, beter voel, mag ik hem doen. Yeah. En niemand mag zeggen... En wat is de grootste les geweest die jij hebt geleerd over überhaupt beauty naarmate je ouder bent geworden? Verwaarloos jezelf niet. En kijk wat goed bij je staat. En wat je je goed bij voelt, doe het maar. Zonder denken, oh ja, nou, ik mag geen rode lipstift omdat.
Nee, als jij je goed bij voelt, doe het maar. Mijn leeftijd mag geen beperking worden voor mijn kledingstijl of make-up. Life is too short to wait too long. Als je ergens gelukkig bij voelt, moet je gewoon doen wat je wil. En dit is echt zonder reclame. Oh my God, mama. Echt niet zonder reclame. Dit is een goeie. Voordat je voor Colgate ging werken, had ik dit ontdekt. Ja, ik weet het. Het is echt ik gebruik het ook oprecht al heel lang. Maar is goed. Ja, en mensen mogen zeggen wat ze willen, maar dit is altijd wat is goed is, is goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb echt oprecht genoten om deze serie te maken. Vergeet ook niet de link in de beschrijving, daar vind je alle info. En vergeet, nou ik weet niet, Lai heeft er profiel op privé. Dus ik zeg altijd vergeet Lai niet te volgen. Maar... Ja, ze mogen volgen en daar als ik het niet vergeet, ga ik ze toevoegen. Ja. Dankjewel mama. Alsjeblieft. Ik zie jullie heel snel weer. Graag dankjewel gedaan. Voor het kijken. Bye. Je doet het heel leuk op beeld. Yo hoor. Natuurtalentje. Je hebt dit niet van ik vreemd. Mag ik een beetje opscheppen dan? Ja, goed.